Nog één hoofdnieuwe media van een omroep. Jesse Beurkunk, jij bent hoofdnieuwe media bij BNN. Ja, dat klopt. Wat doe jij? Wat doet het hoofdnieuwe media bij BNN? Ja, ik ben de chef van de afdeling van zo'n mannetje of 20. We houden ons bezig met... dat is relatief groot. Dat is relatief groot. Tel ik even voor het gemak de stagiaires erbij op. Maar goed, het zijn ook meewerkende personen. Wat wij doen, we maken alle digitale extensies van de programma's van BNN. En de BNN-website zelf. En we houden ons de laatste tijd, of de laatste jaren eigenlijk voornamelijk heel erg bezig met social media. En alles wat daar plaatsvindt. Dus, om een beetje een indruk te krijgen. Wat is een van de grotere projecten... rondprogramma's. We hebben een paar grote titels. Dat zijn de Koen en Sander Show op de radio. Die hebben elke dag daar een programma. En zijn online ook vrij groot. We hebben het reisprogramma 3 op reis. Dat is eigenlijk wel een constante factor voor ons. Op zondagavond spuiten slikken. Daar hebben we net weer een hele nieuwe website voor ontwikkeld. We hebben een aantal grote dramaproducties. Van Godlos, Feuten. En momenteel zijn we bijvoorbeeld met Feuten bezig. Met een grote transmediaal project. Dat we want de projecten die je noemt, daar maken jullie de website voor. Ja. Wat, is het meer dan een website? Doen jullie ook voor elk programma een app? Nou, het wordt juist steeds meer dan websites. Het was voorheen altijd, je hebt een programma-idee en eerst wat je denkt, we moeten er een website bij maken. Je begint al eigenlijk te tekenen, een logo en een minuutje. En nou, eigenlijk is dat niet meer zo. Wat we nu veel meer doen is gewoon eerst inventariseren van welke doelgroep is er rond dit programma. We gaan eerst op social verkennen. Wat bestaat er eigenlijk al? Waar wordt er al over gesproken? En dan langzaamaan gaan we opbouwen. En dan kan een site een optie zijn, maar dat hoeft echt al lang niet meer. Het kan ook iets heel anders zijn, een app of echt alleen maar aanwezigheid op social. En voor welk programma hebben jullie daarvoor gekozen? Dus om geen website te maken, maar alleen op social te gaan zitten? Nou, deels bepaalt de NPO dat ook, waar je wel niet een website voor mag maken. Maar je doet zelf aan de voorintekening, maak je ook zelf al een schifting. En wat we de laatste tijd heel erg zien, is dat tijdelijke programma's, dus programma's van 6 tot 8 afleveringen, die leveren gewoon nog niet direct voldoende bereik op. Het is heel moeilijk om in 8 weken een website gewoon echt te laten vliegen. En er zijn bepaalde programmatypes ook minder geschikt voor, die dan wel weer op social media goed werken. Maar dan krijgen ze wel een eigen Facebookpagina. Ja, precies. Of, op die manier. Hebben al jullie programma's een Facebookpagina trouwens? We starten er wel altijd één, maar als we merken dat het niet werkt, stoppen we er ook weer snel mee. We gaan iets onderhouden als er geen publiek komt. Maar wat is nou het programma, de website of de app of de sociale media met het meeste publiek? Ik denk toch ook weer Koen en Sander. Koen en Sander, Iets wat ook wel, en dat heeft er ook wel mee te maken dat de jongens zelf heel actief zijn op social. Ja. Maakt natuurlijk wel uit. Maar die hebben eigenlijk gewoon bijna hun eigen... eigen fanscharen. Ja. En, die zouden ook meegaan als ze ergens anders zijn. Precies, en ze zijn live op de radio. En dat is natuurlijk ook wel een sterk element. Sommige programma's worden ver van tevoren opgenomen. En als het op televisie is, dan zijn de makers alweer met iets anders bezig. Dus die connectie die ontbreekt dan ook. En bij radio zie je dat het op het moment afspeelt. Dus dat het ook veel logischer is. Hoeveel volgers hebben zij dan? Wat voor aantallen hebben we het over? Ja, dat weet ik niet precies uit mijn hoofd. Maar ik schat zo'n 30.000. Ik weet het niet tot de hele net. Maar zoiets. Maar het zit niet in de miljoen al? Nee, zeker niet. Nee. Maar kijk, je hebt volgers. Het is steeds moeilijker om volgers op te bouwen. Maar als je kijkt naar reach. Hoeveel mensen ze bereiken met die Twitter streamen, met die Facebook streamen. Ja, dan moet je wel flink doorgetweet. Precies, dan moet je aan grotere aantallen denken. Ja. Is Twitter voor jullie het belangrijkste of... Facebook op het moment. Ook omdat ze hele goede statistics hebben. Je weet heel snel wie je doelgroep is. En ik vind Twitter is voor nieuwsprogramma's heel interessant. Maar voor ons toch wat minder. Ook daar heel moeilijk om bereik op te bouwen. Okay. Aan de andere kant willen we wel steeds meer inzetten op het genereren van conversatie rondom bijvoorbeeld dramaseries. Yeah. We zien in Amerika een aantal grote titels die experimenteren met contextgerelateerde hashtags, zoals het heet. Dus niet meer een hashtag van het programma, maar en moment. Dus hoe dan it of zoiets. Eén quote uit de serie. Eén quote uitpakken en op dat moment laten zien en iedereen uitnodigen daarover te praten. We zien dat dat heel erg werkt. Dus daar gaan wij ook mee experimenteren. Kunnen jullie dit najaar ook doen? Gaan we zeker doen, En bij welke serie of bij welk programma? Feuten is een plan en we zijn nog met wat nieuwe projecten bezig. Daar kan ik niet zoveel over zeggen, maar daar gaan we wel veel meer op de Twitter, de conversatie zitten. Wat doen jullie met YouTube? Zetten jullie dat in? Ja, maar dat is wel beperkt. We mogen ook niet zomaar met derde partij werken. Ja, we hebben het gaan de uitzending gemist natuurlijk, dus het mag niet zomaar daarheen. Het mag niet zomaar daarheen. Dat is soms wel jammer, want je merkt wel dat... daar zitten ze allemaal, toch? Ja, jongeren met name. We hebben een hiphop platform, 101 Bars. Dat is een niche. Het heeft een programma op een themakanaal. Dus echt niet heel veel kijkers, maar op YouTube knalt het echt uit elkaar. Die halen 2 miljoen views per maand. Wow, en dat is echt een smalle doelgroep. Ja. En dat is het gekke, dat vind ik heel frappant om te zien, is dat de tv-makers waarmee we werken, die geven soms een fragment aan ons om vooraf te delen op YouTube. En dan denk je, het komt van BNN vandaan, het is professioneel gemaakt, we zetten het neer en het gaat wel lopen. En dat valt dan heel erg tegen, een paar honderd viewtjes. En
En dan ga je afvragen, waar ligt dat aan? Liggen we dat niet goed in de markt? Of misschien is de content wel niet geschikt voor internet? Dan moeten we op een hele andere manier nadenken over wat een YouTube-succes maakt. En aan de andere kant zitten we daar te struggelen. En bij de niches, bij de hiphop, ontploft het werkelijk. Ja, het is natuurlijk ook een geweldig netwerk voor niches. Absoluut, en ik denk ook dat in veel van die niches er een soort fan-abonnementcultuur is. Ja, dat je absoluut. Gewoon blij bent als er weer iets komt. En dat je meer abonneert. Wat dat betreft gaat televisie ook een beetje naar een uitgevermodel bijna, zou ik zeggen. Ja. Dat je veel meer vaste... Ik zou ook wel willen dat een omroep veel meer die kant op zou bewegen. Maar het is natuurlijk een heel moeilijk houdbaar model. Maar ik heb wel eens nagedacht, misschien moet een omroep als publieke taak veel meer dat soort niches gaan supporten. Met kennis en met resources. En op het moment dat het zelfredzaam is, dat je het weer loslaat. En op die manier weer verder ontwikkelen. Ja, precies. Dat zie ik wel voor me. Omroep meer als aanjager om een beetje te helpen, maar niet om ontzettend veel kennis. We hebben BNN University in huis. We hebben 101. Allemaal jonge mensen die tv-maker willen worden of iets met media willen doen. En dat richt zich nu heel erg op het uiteindelijke succes op radio of televisie. Ja. Dat is eigenlijk zonde. Want ik denk Jan van der Wal heeft vanochtend ook gepleit voor gebruik nou online als je laboratorium en kom erachter wat werkt en wat niet werkt. En dan moet je er ook wel, en dat moet ik erbij zeggen, dan moet je ook wel durven te stoppen op het moment dat je erachter komt. Als het niet werkt, dan moet je er mee ophouden. Ik bedoel, ik denk dat er ook heel lang te lang is geïnvesteerd in allerlei programma's en initiatieven. Dus stop op tijd, maar blijf wel continu daar proberen. Je hebt daar gewoon een soort zandbak, die ligt daar open en er zit heel veel potentie in. Jullie publiek zit waarschijnlijk ook heel erg op mobiel en op tablets, et cetera. Ja. Zijn jullie heel actief met second screen? Want vorig jaar was het natuurlijk nog heel nieuw, toen is iedereen mee begonnen. Ja. Sommige partijen zeggen van ja, het is hartstikke interessant, maar ook weer niet zo groot als wij aanvankelijk dachten. En anderen zeggen van nou ja, vandaag werd gezegd 40% van Nederland heeft nou een tablet, dus het gaat hartstikke snel. Ja. Wat doen jullie? Wat doen jullie als BNN? Wij doen al heel lang de IQ-test en de verschillende testen. Daar zijn we heel succesvol mee, doen het echt supergoed. Dat gaat ook internationaal heel goed, hè? Ja, absoluut. Ja. En het zit ook wel in het format verweven natuurlijk. Je pakt sowieso een notitieblok en een pen erbij. Dus we maken dat principe eigenlijk makkelijker. Dus het zit er al helemaal ingebed. Maar we doen het ook met andere programma's. Dat loopt ook aardig. En als ik kijk naar de IQ-test, dat is een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. En dat heeft er gewoon mee. En hoeveel mensen gebruiken het dan? Ja, een paar honderdduizend. En de dag daarna ook nog weer. Het gaat wel in de hele grote aantallen. Zeker, dat zijn voor second screen zijn dat wel grote aantallen. Ja. Als jij nou naar de toekomst kijkt, welke ontwikkeling denk je nou dat het meest belangrijke is voor de omroep en wat zou ze daarmee moeten doen? Ja, ik geloof toch wel de groei van die niche-netwerken. En wat ik een hele spannende ontwikkeling vind, is dat binnen de niche-producties de knulligheid afneemt. Voorheen was het altijd zo, je maakt bijvoorbeeld een programma over dance, dan ga je internet maken. En het ziet er knullig uit, dus mensen kijken het niet. Maar je ziet nu heel veel nieuwe initiatieven en hobbyisten bijna, die gewoon steeds Ik denk ook dat iedereen de afgelopen 10 jaar ook gewoon opgevoed is om dingen te maken. Ja, absoluut. Iedereen snapt het ook en beter. En een hele nieuwe generatie wordt nu opgeleid. En dat zijn minder specialisten, meer mensen die een beetje alles kunnen. Maar het ziet er wel steeds beter uit. Ik weet niet of dat per definitie goed is. Specialisten zijn nodig. Ja. Maar wat ik zie is dat je uiteindelijk wel eindredacteuren krijgt. Mensen die ook wel heel goed social media snappen en ook wel heel goed marketing snappen. En ook wel, dat wordt allemaal wat... Nou, ik ben benieuwd of jij in de toekomst een hele hoop niche-kanalen gaat starten. Ja, precies. Ik hoop het ook. Heel hartelijk bedankt. Oké, dankjewel.